Op instructies van historica Mildred Caprino heeft de Stichting Gebouwd Erfgoed de vorige week onderzoek gedaan naar een grassteen op een perceel aan de Beter Wonenstraat te Vrimangrong. Hij zegt aan onze nieuwsdienst dat de steen afkomstig is van de op één na oudste begraafplaats van Paramaribo, met name Maria's Rust. Het behoort toe aan de Duitse zendeling Johann Gottlob Büchner, die in 1745 is geboren in Duitsland en in 1818 is overleden in Paramaribo. Onderzoek wijst uit dat een grafsteen vermoedelijk is verplaatst. Want als je kijkt naar de kaart, op de kaart van de begraafplaats, het is deze kaart, dan zie je, dit is de Pontewerfstraat geweest. En men is begonnen aan de Pontewerfstraat. Daar zouden dus de oudste graven moeten liggen. En de man is in 1818 overleden, dus daar zou je hem niet zo dicht bij de Pontewerfstraat kunnen aantreffen. Dus hij zou minstens ergens in het middenblok moeten hebben gelegen. Dus hij moet verder in de Beter Wonenstraat hebben gelegen. Maria's Rust, daar zijn overwegend Duitse zendelingen begraven, zowel broeders als zusters, die feitelijk pioniers zijn geweest voor de IBG. En in augustus 1851 tot en met februari 1852 is er een grote gele koortsepidemie geweest. En daar, toen zijn er heel veel zendelingen overleden en liggen, die zijn hier begraven geworden. Fokkee weet nog niet wat er verder gaat gebeuren met de grafsteen, aangezien deze op particulier terrein staat. De stichting zou met name willen weten hoe de steen daar terecht is gekomen en of er nog meer grafstenen in de omgeving zijn. In ons programma In Gesprek met van komende woensdag vertelt Stefan Fokkee meer over deze vondst van deze grafsteen.